Yo mensen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de geschiedenis van de Efteling. Een gigantisch lange en interessante geschiedenis van dit prachtige park. Dus ik zou zeggen, laten we er maar aan beginnen. De Efteling, wereld vol wonderen. De Efteling opende zoals bekend in 1952, maar voor de Efteling was er al iets anders te vinden op deze locatie. In 1935 werd er een sport- en wandelpark geopend. De plannen om een sportterrein aan te leggen ontstond in 1933 en werd geïnitieerd door pastoor De Klein en kapelaan Ritra. Dit plan is later uitgebreid met een speeltuin en theehuis. In het jaar 1949 werd de tentoonstelling De Schoen gehouden. De Schoen 49. En was een tentoonstelling van, je raadt het niet, schoenen. De toegangspoort voor de tentoonstelling zou nog lang in gebruik blijven als entree van eerst het sportpark en later dus de Efteling. In 1950 werd de Stichting Natuurpark de Efteling opgericht. Door de toenmalige burgemeester van Loon op Zand, samen met de cineast Peter Reinders en Anton Pieck. Reinders was benaderd voor de technisch-creatieve invulling en Anton Pieck was de ontwerper en had een sprookjesbos ontworpen. In 1952 werd de Efteling dus geopend. Natuurlijk was de Efteling destijds nog niet echt een attractiepark. Het park begon natuurlijk met het sprookjesbos. Er was ook een roeivijver aanwezig en een theehuis. Het Sprookjesbos was in 1952 natuurlijk ook nog niet zo groot als het vandaag de dag is. Het park begon met 10 sprookjes. Er waren het eerste jaar 10 sprookjes in het park te vinden. En dat waren het kasteel van Doornroosje, het kabouterdorp, de bosbewaker, de 6 dienaren, oftewel Langnek, de sprekende papegaai, de Chinese nachtegaal, die toen nog op de muur zat waar Draak Lichtgeraakt nu staat, maar in 1999 op een andere locatie is teruggekeerd in een Chinees paleis. De put van vrouw Holle was aanwezig. Het huis van vrouw Holle werd in 2006 aangelegd, dat in 2019 weer gesloopt werd en in 2022 werd er een nieuw huis in de plaats gebouwd. Dus het huis is weer helemaal vernieuwd. Kabouterservice stond er. Hetgene dat tegenwoordig Kleine Boodschap heet, de grot van Sneeuwwitje, de Kikkerkoning en de Magische Klok. Een jaar later, in 1953, werden al de welbekende traptreintjes in het park aangelegd, oftewel het kinderspoor. Alleen in de beginjaren stonden de traptreintjes nog niet op de locatie waar ze nu staan. Eerst stonden ze op het Anton Pieckplein, maar met de komst van het Volk van Laaf zijn ze later verhuisd naar Ruigrijk, waar ze vandaag de dag nog altijd staan. Ook in 1953 werd in het Sprookjesbos Roodkapje toegevoegd. Alleen toen nog in een andere staat als tegenwoordig. Toen zat Roodkapje gewoon ergens in een bos bloemen te plukken en zat de wolf ernaast. Maar in 1960 werd het huis van de grootmoeder aangelegd. En dat is hoe het sprookje er tegenwoordig uitziet. Roodkapje die voor het huis staat aan te bellen en binnen in het bed lichte wolf. In 2016 werd het huis wel afgebroken en opnieuw opgebouwd. Het oude huis werd afgebroken en er kwam een totaal nieuw huis in de plaats. In 1953 kwamen ook de Rode Schoentjes. In 1954 kwam ook het Anton Pieckplein als speeltuin. Iets later werden er in dit gebied een paar draaimolens gebouwd, waaronder een carousel, een paardenmolen, twee zweefmolens en een rupsbaan. In 1955 kwam Hans en Grietje naar het Sprookjesbos, oftewel het snoephuisje van de heks. De heks komt eens in de zoveel tijd naar buiten als je aan de kling komt en Hans zit in het hok met Grietje ernaast. In 1956 opende het Stoompaleis met de stoomcarousel. Een oude stoomcarousel afkomstig uit 1895. Deze carousel draait al lang niet meer op stoom, maar is wel nog tot op de dag van vandaag in de Efteling te vinden. In 1956 kwam Tafeltje Dekje, Ezeltje Strekje en Knuppel uit de Zak. In 1958 kwam de Vliegende Fakir
en de tuinman naar het park. In 1959 kwam de bekendste prullenbak van de Efteling naar het park. Natuurlijk Hollebolle Gijs. Overal in de Efteling hoor je het wel eens. Papier hier, papier hier. Dank u wel, dank u wel. Vandaar de dag zijn er zo'n 12 Hollebolle Gijzen in het park te vinden. Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het pretpark werd het sprookje De Indische Waterlelies gebouwd. Het eerste overdekte sprookje in het Sprookjesbos. Dit sprookje werd trouwens bedacht door onze Belgische koningin Fabiola. In 1969 opende de stoomtrein, die sinds 1984 een lengte heeft van 3 kilometer. Maar in de beginjaren was hij natuurlijk stukken kleiner. Ook over deze attractie is een heel verhaal te vertellen. Hier hebben namelijk vele locomotieven op gestaan. De locomotieven die erop hebben gestaan waren Aagje, Moortje, Treintje, Neefje. Alleen die heeft niet lang gereden. Die hebben ze later in 2001 als tentoonstelling gezet op het Sint-Nicolaasplein bij station Marenrijk. En verder was er ook nog Dieseltje en Dieseltje 2. In 1970 kwam de kleine Zeemermin naar het Sprookjesbos. Een van de belangrijkste personen binnen de Eftelinggeschiedenis was ontwerper Anton Pieck, die vanaf de opening tot midden jaren 70 voor het park werkte. Het laatste sprookje dat hij ontwerpte was De Wolf en de Zeven Geitjes. En De Wolf en de Zeven Geitjes kwamen in 1973. Hij werd opgevolgd door ontwerper Ton van de Ven. Eind jaren 70 werd het park eigenlijk meer en meer een attractiepark. In 1978 werd het Spookslot gebouwd. Dit was een hele grote investering toen de tijd. Het Spookslot was eigenlijk een soort show. En de attractie is gebouwd in een oud kasteel. De wachtrij werd eigenlijk gebruikt als voorshow om dan uiteindelijk in de hoofdshow terecht te komen. En de hoofdshow moet een vervloekt Spaans klooster voorstellen. Terwijl er muziek wordt gespeeld, begint alles in de zaal te dansen. Op de muziek Dans Macabre. Dit was eigenlijk de eerste echt grote attractie van het park. 44 jaar heeft deze attractie in het park gestaan. Maar in 2021 werd er dus besloten om deze attractie af te breken en te vervangen voor iets nieuws. Ja, langs de ene kant jammer vanwege de nostalgische waarde, maar langs de andere kant, de nieuwe attractie wordt Dans Macabre. Dus de naam wordt Dans Macabre. Het wordt dus een nieuwe attractie, ook met een spookthema en dezelfde muziek. Alleen wordt er een heel themagebied rondgebouwd, genaamd Huiverwoud. En dit is de attractie die ze momenteel aan het bouwen zijn en die volgend jaar zal moeten opengaan. In 1979 volgde dan, zoals ik zei, Draak Lichtgeraakt. Die werd dus gebouwd op de muur waar eerst de Chinese Nachtegaal stond. En de Chinese Nachtegaal werd dan in 1999 verhuisd naar zijn huidige locatie. In 1981 deed de Efteling een hele grote investering. Er werd namelijk een stalen achtbaan gebouwd, genaamd de Python. Met zijn 750 meter was het indertijd de grootste stalen achtbaan op het Europese vasteland. Het hoogste punt is 29 meter. En hij kan een snelheid bereiken tot 85 km per uur. Er volgen tijdens de rit 4 inversies. 2 loopings en 2 kurkentrekkers. En toen de tijd was dit echt een thrill ride. Door de jaren hebben er veel treinen op de achtbaan gestaan, maar de achtbaan zelf heeft 36 jaar bestaan. Want in 2018 was de baan aan vervanging toe. Hij was versleten, dus het park koos ervoor om de achtbaan af te breken en om hem volledig opnieuw op te bouwen. Met nieuwe baandelen. Alleen het station en de lift bleven ongewijzigd. Eind 2017 ging de achtbaan dus dicht en in 2018 opende hij weer als de nieuwe Python. De nieuwe track ziet er wel een beetje anders uit, maar de rit zelf is identiek hetzelfde. En nu rijdt hij natuurlijk een stuk soepeler dan voorheen. Dit is echt een van de grootste Efteling-iconen. Jaren daarna volgden meer grote attracties, zoals in 1982 de Halve Maan, de grootste schipschommel van de wereld, gebouwd door Intamin. En het is echt een geweldige attractie. Niet alleen dat het grootste schommelschip van de wereld is en dus heel hoog komt, maar ook gewoon het schip is heel mooi gedecoreerd. En ook de haven van achter ziet er echt prachtig uit. In 1983 volgde de Wildwaterbaan, de Piranha, een Rapid River van Intamin,
en dit was een van de eerste rapids ooit gebouwd. En ondanks zijn leeftijd nog wel een goede rit. Er zitten veel goede golven in, veel stroomversnellingen en hij is mooi afgewerkt met rotsen, met watervallen. In 1984 opende de Carnaval Festival, een attractie gebaseerd op de Disney-attractie It's a Small World. Hij is bedacht door Joop Geesink, bekend van Lucky de Leeuw. Het hoofdpersonage van de attractie is Yoki de Pretneus. De attractie is gebouwd door Mack Rides en werkt met een Endless Chain System. De attractie heeft het thema cultuur en feest. Doorheen de scènes reizen we door vele landen op de wereld. En alle personages in de attractie hebben een rode neus. Ook alle bezoekers hebben bij de opening destijds een rode neus gekregen. Ook is Lucky de Leeuw een tijd in de attractie te zien geweest. Maar later werd hier ook weer uitgehaald. In 1984 kwam ook de Kochemolen Polka Marina naar het park. Dit was ook een unieke attractie, want hij was gebouwd door Vekoma. En Vekoma heeft eigenlijk bijna nooit kochemolens gebouwd. Polka Marina was zowat de enige. De Polka Marina heeft in het park gestaan tot en met 2020. En de onderhoudskosten lagen veel te hoog. Dus daarom heeft de Efteling ervoor gekozen om deze attractie af te breken. Hetzelfde jaar nog kwam ook de oude Toeferbaan naar het park. Oftewel een oldtimerbaan van Metalbouw Emeln. Met een baanlengte van 600 meter. De auto's zijn een paar jaar geleden wel vernieuwd geweest. Eerst stonden er oude oldtimers op deze baan, maar in 2019 werd de attractie volledig opgefrist. De tuffers maakten plaats voor pick-up trucks en andere voertuigen. Door de komst van deze nieuwe auto's is de mogelijkheid om zelf te sturen wel verdwenen. En tijdens de rit kom je een kapotte tuffer tegen, die vroeger dus op de baan reed. Ook is er een oude oldtimer te vinden bij het Efteling Museum. In 1985 opende de tweede achtbaan van het park, een Swiss Bob, oftewel een Intamin Bobcart genaamd de Bob. Deze achtbaan werd dus in 1985 geopend en is eigenlijk al die jaren heel uniek geweest. Want Intamin heeft eigenlijk maar een stuk of 7 van deze Bobcarts gebouwd. Vergelijkbare achtbanen staan bijvoorbeeld nog in Europapark, Heidepark en Paragastrix, maar dat zijn bobsleebanen van Mack Rides. En dit is er een van Intamin, en die zijn eigenlijk bijna nergens op de wereld te vinden. Deze achtbaan hebben ze wel vaker moeten aanpassen, want in de beginjaren maakte hij nogal veel lawaai, wat zorgde voor geluidsoverlast, dus hebben ze de wielen van de bobcart moeten aanpassen. Nog een probleem was de capaciteit die heel laag was, want vroeger zat je achter elkaar, zoals in een echte bobslee. Maar in 2005 werden er nieuwe bobs op de baan gezet. En sindsdien kon je met 2 naast één zitten. Maar later volgden er nog meer problemen. Er was een ongeluk gebeurd waarbij er een bobslee op een andere bobslee botste. Later was hij ook niet meer geschikt om in de regen te rijden. En de Efteling heeft er echt alles aan gedaan. Er waren ook problemen op de lift. En door al die problemen die niet meer op te lossen waren, want Intamin bouwt niet meer deze type achtbaan, dus een retrack geven zat er ook niet in. Dus de Efteling heeft helaas moeten besluiten om in 2019 deze achtbaan te slopen. Maar dat is natuurlijk niet gebeurd zonder een emotionele afscheidsavond. Maar vandaag de dag is de achtbaan helaas niet meer in het park te vinden. We gaan nu een paar jaar terug in de tijd, naar 1981 opnieuw, want toen opende ook de Gondoletta. Op de Gondoletta-vijver, oftewel de Siervijver. Op deze locatie zou eigenlijk de Fata Morgana gebouwd moeten worden. Op het eiland midden op de Siervijver zou een Oosterse stad verrijzen en de gasten zouden met bootjes naar de stad varen. Uiteindelijk bleek het eiland niet groot genoeg te zijn, dus werd de Fata Morgana later alsnog op een andere locatie gebouwd. Maar de Gondoletta, die kwam er wel. Die diende eigenlijk als testvaart voor de Fata Morgana. Maar omdat de attractie zo populair is geworden, staat hij er vandaag de dag nog steeds. En de Fata Morgana werd op een andere plek in het park gebouwd. Van voor in het park, naast de roeivijver. En wat een prachtige attractie is de Fata Morgana geworden. Er zit ook een heel verhaal in deze attractie. Het vaarsysteem werkt dus op dezelfde manier als bij de Gondoletta. Dus met een staalkabel onder water die de boot alle richtingen opsturen. En het verhaal is gebaseerd op de sprookjes van Duizenden en Nacht. Doorheen de Dark Rides zijn er een heleboel scènes te zien, allemaal in Arabische stijl.
en uiteindelijk zinkt de verboden stad. Het verhaal is perfect te volgen in de attractie. En tot op de dag van vandaag staat deze dark ride zeker nog op de kaart. Het is een van de bekendste bestemmingen binnen de wereld van de Efteling. In 1987 werd er een uitkijktoren gebouwd. Gebouwd door Intamin werd er een model Flying Island in het park gebouwd. De attractie is 45 meter hoog en moet een Thaise tempel voorstellen. Ook dit is een hele unieke attractie, want er zijn maar een paar pretparken die ook zo'n attractie hebben staan. Namelijk Busch Gardens heeft zo'n attractie gebouwd en Gardaland heeft zo'n attractie gebouwd. In 1988 kwam de Trollenkoning in het Sprookjesbos en werd de attractie Monsieur Cannibal gebouwd. Een theekopjesmolen van Mack Rides. Oorspronkelijk was het thema cannibalisme en zat je in een van de kookpotten om gekookt te worden door de cannibaal die in het midden zat. Alleen werd het park getroffen door veel klachten dat de cannibaal racistisch zou zijn. Ze hebben wel een paar pogingen gedaan om dat tegen te gaan, door hem een beetje vegetarisch te maken, door er fruit rond te zetten en om er een koksmaatje bij te zetten, maar het heeft helaas niet mogen werken. Dus in 2021 hebben ze Monsieur Cannibal gesloten en later opende de attractie weer, maar dan in het thema van Sinbad de Zeeman, onder de naam Sirocco. Tegenwoordig is het dak afgewerkt als een soort marktkraam en zit je in één van de schuiten, dus de gondels zijn tegenwoordig schepen. Het moet dus zijn dat je tijdens de rit in een zware storm terechtkomt. Ook deze attractie heeft een eigen soundtrack gekregen, net als Monsieur Cannibal. In 1989 introduceerde ontwerper Henny Knoet de mascotte van het park, de tovenaar Pardoes. En zoals ik eerder al zei, de traptreintjes stonden vroeger op het Anton Pieckplein, maar die werden later verhuisd naar hun huidige locatie. Want in 1990 opende op die plek het Volk van Laaf. Een zelfbedacht volk van de Efteling. Een heel mooi gebied met allemaal kijkruimtes eigenlijk. En zo kom je erachter hoe het is om een lavelaar te zijn. Boven het gebied rijdt een slakkenspoor, de monorail, die een ronde maakt door het Volk van Laaf. In 1991 werd de houten achtbaan Pegasus gebouwd. De eerste houten achtbaan van de Benelux. Deze achtbaan is ook vandaag de dag niet meer in het park te zien. En het was niet zo'n lange baan. Hij had een lengte van 492,3 meter, een hoogte van 15 meter en een topsnelheid van 55 km per uur. En hij was gebouwd door Din Corporation. Deze achtbaan hebben ze moeten afbreken omdat vanaf een bepaald moment de rit heel oncomfortabel was. De baan werd met de jaren ruwer en ruwer en hij was dus niet meer soepel genoeg om de achtbaan open te houden. Dus in 2009 heeft het park ervoor gekozen om deze achtbaan af te breken. Sinds 1992 is het ook mogelijk om in de Efteling te blijven slapen, in het grote Efteling Hotel. Een 4-sterren hotel met 124 kamers en 22 themasuites. Later werden er meer overnachtingen gebouwd, zoals in 2009 Efteling Bosrijk, een vakantiepark met allemaal bungalows en vakantiehuisjes. En in 2017 werd ook nog het Loonse Land aangelegd. In 1992 had eigenlijk de nieuwe hangende dark ride de Droomvlucht moeten opengaan. Maar door omstandigheden hebben ze de opening een jaar moeten uitstellen. Dus in 1993 werd dan de Droomvlucht gebouwd. Hij is gebouwd door CPM, BHS AG en VDL Translift en is dus een hangende dark ride met hangende gondels. De baanlengte is 425 meter, de hoogte is 13 meter en de topsnelheid is 18 km per uur. En tijdens de rit maak je een vlucht door je dromen. Door de wondertuin met allemaal trollen en elven. Ook dit is echt een prachtige attractie. In 1996 werd het allereerste Vekoma Madhouse geopend, Villa Volta. En het is niet alleen de eerste Madhouse, maar het is ook direct de beste. Het heeft een mooi verhaal, alles is heel mooi afgewerkt, het bevat twee voorshows en ook de muziek is echt geweldig om naar te luisteren. In 1998 werd de overdekte achtbaan Vogelrok gebouwd, een Vekoma indoor achtbaan met een baanlengte van 643 meter, een hoogte van 20 meter, maar de piek is 25 meter hoog en de topsnelheid is
ook vrij hoog, 65 km per uur haalt deze maar liefst. En het verhaal van deze attractie is ook gebaseerd op de sprookjes van Duizenden en Nacht. En matcht vandaar de dag met Sirocco en de waterspeelplaats Archipel. Echt een leuke achtbaan, de Vogelrok. In 1998 kwam Klein Duimpje en de Reus en Reupelsteeltje naar het park. In 1999 kwam het kasteel van de Stiefmoeder. In 1952 was de grot van Sneeuwwitje er al, maar in 1999 kwam dus het kasteel van de Stiefmoeder. In 2001 kwam Rapunzel. In 2002, toen het pretpark 50 jaar werd, werd in samenwerking met het Wereld Natuurfonds de 3D-bioscoop de Pandadroom gebouwd. Toen nog Pandadroom. Want in 2019 werd deze film vervangen door Fabula. In 2004 kwam het meisje met de zwavelstokjes. Wat jaren later werd er begonnen aan de bouw van de Vliegende Hollander. Deze attractie werd gebouwd op de plaats waar eerst het zwembad lag. Het zwembad werd afgebroken en hier werd dus de Vliegende Hollander gebouwd. De attractie is gebouwd door Kumbak en is een waterachtbaan. Een hele unieke attractie in zijn soort. Want het is een deels dark ride waarheen men doorheen vaart om dan te eindigen met een achtbaan en uiteindelijk een splash. De attractie is echt prachtig afgewerkt en staat in teken van de VOC-tijd met Willem van den Dekken en de Vliegende Hollander als hoofdrol. De attractie is volledig aan de buitenkant en ook de wachtrij en het station en de dark ride is het echt prachtig afgewerkt. Ook deze attractie heeft een eigen muziek en het is een fantastisch goede attractie geworden. Alleen zijn er wel veel problemen geweest met het bouwen van deze attractie. Er waren heel veel vertragingen van de leveringen, maar het grootste probleem lag bij de lift. De lift is namelijk vrij steil en daar zou eigenlijk de boot met een haak op vastgeklapt moeten worden. Dat zou eigenlijk heel soepel moeten verlopen, maar dat is niet gebeurd bij alle testritten. Daarom heeft het park helaas de opening een jaar moeten uitstellen. En Kumbak heeft daarom de zaak niet afgemaakt, maar het probleem van de lift werd uiteindelijk opgelost door Intamin. En dan in 2007 werd de attractie dan toch eindelijk geopend. De kosten van de attractie waren wel heel hoog. Hij heeft namelijk 21 miljoen euro gekost. En was dus destijds niet alleen de grootste, maar ook de duurste attractie van het park. In 2009 kwam Assepoester. Sinds 2010 is het ook mogelijk om alle dagen van het jaar naar de Efteling te gaan. Sindsdien is het park 365 dagen per jaar open. Met uitzondering van de coronacrisis natuurlijk. In 2010 kwam de Sprookjesboom, die dus ook, net als in de serie, sprookjes vertelt. En zoals gezegd, in 2009 werd de Pegasus gesloopt. En in 2010 kwam er een nieuwe houten achtbaan in de plaats, de Joris en de Draak. In tegenstelling tot de meeste andere houten achtbanen is dit een racer houten achtbaan. Gebouwd door Great Coaster International, die ook bijvoorbeeld Troy heeft gebouwd, de Harry the Ride, de Wodan en de El Toro. Echt superbanen. Ja, dat is Joris en de Draak dus ook. De baan is 2x810 meter lang en heeft een topsnelheid van 75 km per uur. Vandaar de dag zit er een stuk Titan Track op de baan in die ene bocht, omdat die bocht heel veel G-krachten opwekte, wat zorgt voor slijtage bij zo'n houten achtbaan. Ook is de achtbaan heel vaak dicht geweest de laatste jaren, waardoor de vraag luidde, gaat de achtbaan nog wel lang mee kunnen? Maar het is te hopen dat dat niet gaat gebeuren, want Joris en de Draak afbreken zou heel erg zonde zijn. In 2011 werd de Ravelijn Show toegevoegd, oftewel een stuntshow. In 2012, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan, werd op de Roeivijver een watershow gebouwd, Aquanura. Een prachtige show die eigenlijk vooral 's nachts bekeken moet worden, want dan zijn er lichteffecten en heeft het vuur ook veel meer effect. Tijdens de show wordt er allemaal bekende Efteling muziek afgespeeld. In 2012 kwamen de nieuwe kleren van de keizer. Ook werd pannenkoekenrestaurant Polles Keuken gebouwd. In 2015 werd er weer een hele grote investering gedaan. Er werd namelijk een nieuwe achtbaan gebouwd van het type Dive Coaster.
van de bouwer B&M, beter bekend als Baron 1898. En wat een prachtige achtbaan is dit geworden. Qua rit is hij ook niet slecht. Een goede eerste drop, gevolgd door een Immelman, een G-roll en een Helix. Maar ja, de baanlengte is niet anders dan een gemiddelde divecoaster. Maar hoe deze achtbaan is afgewerkt, dat maakt deze achtbaan echt compleet. Er zit een heel verhaal achter de attractie waarin we goud gaan zoeken in de goudmijnen. En dan door de witte wieven worden aangevallen. De lift van de achtbaan moet dan een grote schachttoren voorstellen. En bij de first drop duiken we vol de goudmijn in. En het stationsgebouw is het Rijksmijn van Baron 1898. Echt een geweldige achtbaan is dit geworden. Natuurlijk heeft deze achtbaan ook een eigen soundtrack gekregen. In 2016 kwam het sprookje Pinocchio, met eigenlijk drie scènes. De werkplaats van Geppetto, Gideon en Jantje Fatsoen en Monstro de Walvis. Met Geppetto en Pinocchio binnen in Monstro. In 2017 werd de duurste attractie en de mooiste attractie van het park gebouwd. Symbolica, het paleis der fantasie. Dit is zonder twijfel de beste dark ride die het park ooit gebouwd heeft. En ook gewoon een van de beste dark rides die ik ooit gedaan heb. Want wat een prachtige attractie is dit. Deze attractie past echt perfect in de Efteling. Het is een trackless dark ride van ETF Ride Systems. En hij bevat drie toeren. Muziektoer, heldentoer en schattentoer. Er komen scènes zoals de magische kamer met Pardoes en Merlijn. Een kamer met de fabelvis. Een kamer met allemaal spiegels. Waarin je op knopjes kunt drukken. En daarna volgt er een aparte scène. Elke tour heeft één aparte scène. Om dan uiteindelijk te eindigen op audiëntie bij de koning. En in 2019 kwam het nieuwste sprookje van het Sprookjesbos naar het park. En dat is De Zes Zwanen. Het eerste sprookje dat gecombineerd is met een attractie. Namelijk een zwanenmolen. Gecombineerd met het sprookje. In 2019 sloot dus de Bob, zoals ik al zei. En in 2020 werd op die plaats de achtbaan Max en Moritz gebouwd. Een dubbele powered coaster van Mack Rides. Die in tegenstelling tot de meeste powered coasters ook heel mooi is afgewerkt. De treinen moeten zeepkisten voorstellen. De ene is Max en de andere is Moritz. En zo rijden de treinen twee rondes een traject af en kruisen ze elkaar een aantal keer. Ook deze attractie heeft on-ride muziek en is heel mooi afgewerkt. En in 2021 werd naast de Max en Moritz ook nog een nieuw horecalocatie gebouwd. Bakkerij Krummel. En in 2021 werd ook, zoals ik al zei, Michel Cannibal vervangen door Sirocco. En werd het avonturendoolhof vervangen voor Archipel. En het restaurant Panorama werd omgebouwd tot restaurant Kasba. En tegenwoordig heeft het gebied de naam De Wereld van Sinbad. Het park is uitgegroeid tot een van de populairste pretparken in Europa. Jarenlang stond hij op de derde plaats, na Disneyland Parijs en Europa Park. Maar in 2020 heeft hij zelfs op de nummer 1 gestaan. En ja, dat is toch een geweldige prestatie van het park, om zoveel bezoekers te trekken. Het park is een heel groot succes geworden. En zo zijn we de cirkel rond. Dit was de geschiedenis van de Efteling. We moeten nu nog wachten op het nieuwe hotel, Le Grand Hotel, die volop in bouw is. En de vervanger van het spookslot, Dans Macabre, de vernieuwde versie van het spookslot. Hier zijn ze ook volop aan het bouwen. Het grote gebouw van de attractie is al goed de hoogte in aan het gaan. De ingang staat er al en de kruidenierswinkel in de Zwarte Kat en de toiletten zijn al toegankelijk. Maar hier maak ik nog een aparte video van, want bij deze ga ik de video afsluiten. Dit was de geschiedenis van de Efteling. Een hele lange en interessante geschiedenis, want het park bestaat al 70 jaar, of ja, 71 jaar vandaag de dag. En de Efteling is van het Sprookjesbos uitgegroeid tot een gigantisch groot en mooi pretpark. En weer gaat het sprookje verder, want je raakt er nooit en nooit uitgekeken. Dus ik zie jullie bij een volgende video op Brave Rides. Ciao.